Inmiddels hebben we een club van 22 dames die elke week meedoen. Dus voor mij al een hele mooie start zo. Maar het mogen er natuurlijk altijd meer worden. Ja. Er is een speciale constructie opgezet om eigenlijk vrouwen de mogelijkheid te bieden om aan de sport te ruiken. Hè? Ja. Hoe werkt dat? Dat is de Ladies League. Die is in 2019 landelijk opgezet. En vorig jaar hebben ik samen met een andere vrouw het hier in de afdeling opgezet. Dat betekent dat dames zich daarvoor kunnen opgeven die eigenlijk niet zelf lid hoeven te zijn. Dat kan wel, zoals ik vlieg gewoon zelf als vrouwelijk lid. Maar je kan ook bijvoorbeeld je vrouw ervoor opgeven of je dochter, je kleindochter. En die kunnen op die manier dan toch een beetje kennis maken met de duivensport. Met een eigen groepje duiven op het hok. Met speciale ringetjes. En die mogen dan meedoen aan die competitie. Nou, dit zijn mijn vliegduiven. Hier vlieg ik de wedstrijden mee. En deze hier bijvoorbeeld. Dit is dan zo'n duif met ladies league ringen. Er zijn dan speciale ringen voor ontwikkeld. Met een roze randje eraan. Nee. Ja, het moet wel echt zijn natuurlijk. En een roze chipring. Normaal zijn ze groen of zwart. En hiervoor zijn speciaal roze gemaakt. Wil niet zeggen dat deze duif niet meetelt in de gewone uitslagen. Dus hij telt ook gewoon mee op de algemene vluchten. Maar er worden dan aparte uitslagen gemaakt voor de Ladies League. Ja. Ja. Want stel nou dat deze heel hard gevlogen heeft en gewoon de allerrapste is. Dan telt hij in de Ladies League, maar ook bij de mannen. Ja, precies. Dan telt hij gewoon voor beide. Nou, als dat geen emancipatie is, dan weet ik het ook niet meer. Nee, precies. Dat is toch mooi geregeld. Heb je nou veel reacties gehad op die uitzending van 5 jaar geleden? Ja, best wel. Ik denk dat ik misschien wel meer dan 100 keer op Facebook ben toegevoegd. Door toch ook duivenmelkers of mensen die dat filmpje gewoon leuk vonden, interessant vonden. Ook wel veel berichtjes over gekregen. Van joh, wat leuk en wat ben je ontzettend leuk met die duiven bezig. Ook vanuit het buitenland zelfs. Dus het is echt internationaal. Ja, heel leuk. Vertel eens, wat was dat? Ja, nou ja, vanuit meerdere landen wel. Turkije, Marokko, Engeland. Eigenlijk door heel de wereld wel dat ik messengerberichten kreeg met reacties. Dat ze mijn filmpje hadden gevonden en het zo ontzettend leuk vonden. Ja. Dat is echt heel grappig. Ja, dat verwacht je allemaal niet, hè? Nee, dat had ik echt niet verwacht. Nee, nee. Dat vind je wel leuk, hè? Dat karakter in die duiven. Ja, zeker. Dit is echt zo'n... Ja, dit is een vrouwtje, maar die bijt aardig van zich af. En eigenlijk gewoon ter bescherming van de jonge duifjes natuurlijk. Ja. En als ze nou groot zijn, dan is ze dan weer aardiger? Zolang ze op het nest zit niet, nee. Nee, nee. En deze is bijvoorbeeld heel rustig. Er liggen net 2 jonge duifjes onder. Die zijn net vannacht uitgekomen. En die laat zich ook wel gewoon van het nest afhalen. Ja, doe maar. Ah, dat vinden we altijd schattig. Het eitje ligt er nog bij. En dan kan je heel goed zien hoe ze rondgepikt is en dan zo eruit kruipt. En heb je nou ergens speciaal op gekweekt of gefokt, moet ik zeggen, geloof ik? Maar... Nee, gekweekt. Okay. Ik kweek voornamelijk op duiven voor korte afstanden. Er zit verschil in het soort duiven voor korte afstanden en lange afstanden. En ik heb dan vooral duiven met een stamboom voor korte afstanden. En is daar een speciale reden voor? Of, Omdat ik de korte afstandsvluchten gewoon het leukst vind om aan deel te nemen. Dat is eigenlijk de hele reden, ja. En waar gaan ze dan naartoe? Als, Kijk, hey. Nou gaat ze het eitje eruit gooien. Zo. Waar is hij gebleven? Op de grond. Voor je voet. Oh, daar. En waarom doet ze dat dan? Omdat de jonkies nou uit het eitje gekropen zijn. En dan hebben ze niks meer aan het eitje, dus die gooien ze gewoon weg. Ja, opgeruimd staat netjes. Opgeruimd staat netjes, precies.